Wat superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ga vandaag echt iets ontzettend leuks doen. Ik was laatst een beetje YouTube-video's aan het kijken. En toen kwam ik op een gegeven moment video's tegen over small businesses. Dat waren eigenlijk video's waarin YouTubers pakketjes gingen uitpakken van small businesses. Om die mensen een beetje te helpen. En een podium te geven. En ik zag dat en ik vond dat zo leuk. En ik dacht, dit is echt iets wat ik ook wil doen. Ik ben namelijk zelf echt ontzettend fan vaak van al die kleine bedrijfjes. En ik volg er altijd veel op Instagram. En ja, ik vind dat gewoon altijd echt ontzettend leuk. Dus het leek me gewoon een heel erg leuk idee om er een aantal met jullie te delen. Even een disclaimer, want ik ga er wel gewoon eerlijk over zijn. Al deze pakketjes heb ik gekregen van al deze kleine bedrijfjes. En bij deze wil ik jullie daar echt ontzettend voor bedanken. Ja, ik vind het gewoon echt ontzettend lief dat jullie dat willen doen. En natuurlijk krijgen jullie er iets voor terug, namelijk deze video. Maar het is absoluut niet vanzelfsprekend dat jullie dit allemaal gratis naar mij moeten opsturen. Ja, ik ben daar gewoon heel erg blij mee. Ik vind dat echt super lief. En ja, ik wil daar ook gewoon eerlijk over zijn tegenover jullie, mijn kijkers. Maar goed, ja, ik ben gewoon heel erg blij dat al deze bedrijfjes dit wilden doen samen met mij. En er zitten echt ontzettend veel leuke spullen bij. En ik zou zeggen, als je leuke dingetjes voorbij ziet komen, ga zeker even kijken op de Instagram pagina's van deze bedrijfjes. Ik zet ze allemaal in de beschrijving. Ga ze sowieso allemaal volgen, want het zijn stuk voor stuk echt hele leuke bedrijfjes. En ik heb gewoon heel veel respect voor al deze meiden. Volgens mij zijn het allemaal meiden. Hoe ze dit allemaal doen. En het lijkt me heel erg leuk als zij door deze video nog wat meer publiek kunnen krijgen. Het eerste pakketje is van Dutch Scrunchies. Ik heb al eerder met dit meisje mogen samenwerken. Toen heeft ze me heel lief een scrunchie gestuurd en wasbare wattenschijfjes. En die gebruik ik ook allebei nog steeds. Dus ik kreeg een berichtje van haar dat zij heel graag mee zou willen werken aan deze video. En dat vind ik natuurlijk alleen maar leuk. Dus laten we het pakketje openmaken. Het is een prachtig roze pakketje. I love it. Een kaartje bij met deze. Die krijg je denk ik bij elke bestelling. En dan hebben we hier het tweede pakketje waar het item in zit. Wat ik van haar heb ontvangen is een tas. En deze is, als het goed is, handgemaakt. Als ik het verkeerd zeg, laat het vooral weten. Maar dat is dit superleuke tasje. Ik hou van dit soort tasjes. Meestal neem ik dit soort tasjes altijd mee met boodschappen doen. Of als ik niet zoveel mee hoef te nemen naar school, zijn dit soort tasjes ook heel chill. En dit is echt heel mooi gemaakt, want het is ook helemaal gevoerd van binnen. Echt prachtig. En de kleur vind ik echt heel erg leuk. Ja, echt geweldig. Ik zal alle items hier beneden linken voor de items waarbij het kan. Want volgens mij heeft niet iedereen een webshop. Maar waar ik het van kan vinden, zal ik het zeker linken met de prijs er ook bij. Dus check vooral ook even de beschrijving. Maar echt super blij mee. Ik vind hem echt heel erg leuk. En die ga ik zeker heel vaak gebruiken. De volgende. Hier staat al super leuk. Bedankt voor je bestelling. Oh, en dit is van Borduurdoos. En dit is een vriendin van mij die haar eigen bedrijfje heeft. En het is echt fantastisch. Ze maakt dus handgemaakte borduurwerkjes. Het is echt een unieke bestelling. Dus als jij iets bij haar bestelt, dan kan je zelf een design geven. Van ik wil graag dat je dit borduurt. En dan doet ze dat. En dat heb ik nu ook gedaan. Als eerste weer een kaartje met bedankt voor je aankoop. Superleuk. Hier staat ook de Instagram en de e-mail op. Dit is hem geworden. Echt zo leuk. Dit is toch te leuk. En dit kan je dan gewoon ergens neerzetten of ophangen wat je wil. Maar echt zo ontzettend leuk geworden. Het volgende pakketje. Dat is dit roze pakketje. En hier weet ik even niet van welke het is. Dus we gaan hem gewoon openmaken. Dit is van het bedrijfje June's Clothing. En zij zijn volgens mij echt nog maar net begonnen. Volgens mij toen ze mij een berichtje stuurden waren ze echt net een week of een paar weekjes begonnen. Dus het is echt heel erg nieuw. Ik
Ik heb dit kaartje erbij gekregen. Hier staan ook contactgegevens op, voor als jullie benieuwd zijn. Maar zij hebben dus hun eigen kledingmerkje. En er zit ook een heel leuk tasje bij, zie ik al. Kijk nou, dit is toch geweldig. En dan heb ik ook een t-shirtje gekregen. Gewoon een wit t-shirt en op de achterkant staat... Wat staat er eigenlijk? Set yourself free. Set yourself free met een vlinder. Echt superleuk. Ik ben hier echt heel erg blij mee. Dan het volgende pakket. En dit is ook kleding, als ik het goed heb. Ja. En dit is van Maeve the Label. En zij heeft dus ook een kledinglabshopje. Is dit allemaal? Oh god, wat leuk. Oké, want ik zie namelijk ook deze twee pakketjes. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Oké, die ga ik eerst even openmaken. Zo schattig, ook echt mijn lievelingskleur. Het kon niet beter. Oké, maar ik ben echt heel benieuwd. Oh, dit is echt heel erg leuk. Een tasje. Oh, dit vind ik echt heel erg leuk. En er zit natuurlijk ook een koord in. Oh, ik vind dit echt een heel leuk tasje. Ja, hier hou ik echt heel erg van. Super chill. Gewoon als je gewoon weggaat en gewoon even alleen je telefoon mee moet nemen en sleutels of zo. Ja, heel erg leuk. Oh, dat is echt heel erg lief. Dankjewel. Ook dit. Kijk, wacht. Heel even laten zien hoe ze het ingepakt heeft. Ook heel erg goed. Even pluspunten voor de kartonnen verpakking. En niet in plastic. Dat is toch pluspunten voor mij. Even kijken wat hierin zit. Dat zakje ook. Fantastisch. Kijk nou. Dit is toch leuk. Ze heeft er oorbelletjes bij gedaan. En een ring. Oh, die is echt heel mooi. Love it. En deze oorbelletjes dus. Even kijken. Deze. Heel erg leuk. En dan heb ik ook nog een kledingstuk gekregen. Oh. Deze vond ik zo leuk. Ik zag hem en ik dacht, ja, die wil ik. Goed, ik heb deze, ja, wat is het? Jas? Is het een jas of is het meer een blazer? Ik weet het niet zo goed. Nou, het is een beetje een tussenjas, dus ik zou hem nu ook echt prima kunnen dragen. Echt fantastisch. Ik vind hem echt zo leuk. Het is echt geweldig. Ja, hier ben ik echt heel erg blij mee. Dit is toch te leuk. I can't. Echt heel erg leuk. Dan heb ik hier naast me een doos. Dus laten we die openmaken. Toen ik een berichtje kreeg van dit bedrijfje, werd ik echt super excited. Ik heb dit namelijk gekregen van het bedrijfje Fat Official. En ik keek op hun Instagram en ik werd gelijk echt super enthousiast. Want zij maken namelijk zelf kaarsen. Van zeg maar van dit soort kaarsen. Ja, deze is voor de helft al opgebrand. Maar dit soort in ieder geval. En ik ben daar dus echt helemaal fan van. Ik vind dat dus echt helemaal geweldig. Ik heb ook een kaartje gekregen en daar staat op: Hi Pamela, wat superleuk dat we je deze kaarsen mogen opsturen. Geniet ervan. Echt heel erg leuk. Ik ben super excited. Echt helemaal excited. Dan zit het hier nog ingepakt in bubbeltjes plastic. Ik ben echt helemaal verliefd. Oh, ik ben hier echt zo blij mee. Oké, ik heb dus 3 kaarsen ontvangen. En dat zijn deze. Dat zijn toch echt geweldig. Die kleuren ook bij elkaar. Ik word hier zo blij van. Ik moet wel echt nog meer, hoe zeg je dat, van die onderzettertjes kopen. Want daar heb ik er echt niet genoeg van. Maar die kleuren. En deze. Deze is toch fantastisch. Ja, ik ben hier echt ontzettend blij mee. Ze hebben dus heel veel verschillende kleurtjes en vormpjes en dingetjes. Dus ga het zeker checken. Het is echt heel erg leuk. Ja, ik kan niet wachten tot ik dit neer ga zetten. Ik vind dit echt fantastisch. Gewoon echt heel erg blij mee. Deze openmaken. En deze is van Shiku. Ik kan het niet uitspreken. I'm sorry. Maar dit is het bedrijfje van Shanu. En zij maakt ook YouTube video's in het Engels. En zij vroeg of ik wat dingetjes wilde ontvangen voor deze video. En ik was super excited, want ik volg haar op YouTube en ik zie altijd haar spulletjes die ze verkoopt. En het is allemaal echt zo cute. En ja, ik ben gewoon heel erg benieuwd wat ze me heeft opgestuurd. Dus ik ga hem nu openmaken. En er staat dus op: Hi Pamela, ik hoop dat je deze handmade
kawaii goodies leuk vindt. Te leuk. Met ook weer een kaartje erbij. Oh, ik ben echt heel erg benieuwd. Dit is het pakketje. Dus die ga ik nu openmaken. Het is allemaal echt ook bizar schattig ingepakt. Het is dus een stationery setje. En zij maakt dat ook echt allemaal zelf. De ontwerpen volgens mij ook, als ik het goed zeg. Maar het is echt heel schattig. Oké, ik ga het openmaken. Even kijken. Als eerste hebben we deze sticker. Heel cute. Met al die glittertjes ook. I love it. En dan hebben we hier een notepad. Dus daar kan je allemaal notities opschrijven. Kan je afscheuren. Heel schattig ook. Een washi tape. Hebben we hier ook nog een notitieblokje. Een grotere. Dit zijn stickers. Oké, veel te schattig. Ik heb dus altijd stickers op mijn laptop. Wacht, ik ga het even laten zien. Hier. Dus dan kan ik er weer wat bij plakken. Dit is echt heel schattig allemaal. Oké, dat zijn deze. Ook nog een sleutelhanger gekregen. Heel erg leuk. En hier nog een zakje. Dus ik ga even kijken wat erin zit. Oeh, dit moet ik even open krijgen eerst. Oh. Oh, wauw. Dit is een armbandje. Met een steen. Oh, die is echt heel mooi. Och. Ja, ik weet even niet hoe ik het goed kan laten zien. Kijk. Heel erg mooi. Het is allemaal echt heel erg uniek. En echt iets wat je niet zo vaak ziet. Dus... Heel erg mooi. Oh, heel erg blij mee. Echt super lief. Echt helemaal blij mee. En dan hebben we hier nog een pakketje. Dit is een pakketje van Liva Viora. En zij heeft ook echt zo'n leuke Instagram. Dit is het kaartje die erbij zit. Het zijn, als ik het goed heb, bijna allemaal sieraden op haar, bij haar bedrijfje. Ik heb echt nu zoveel bedrijfjes gezien dat ik soms eventjes niet meer weet wat wat is. Maar ik kan me nog wel herinneren hoe haar Instagram eruit zag. En het is zo schattig allemaal. Ja, dit is echt fantastisch. Jongens, ik heb oorbelletjes besteld bij haar. Maar het zijn dus allemaal verschillende. Dus ik zal het even laten zien. De eerste is deze met een smiley. Dit hartje met pareltje. Dat is deze met madeliefjes met een pareltje en een smiley ook. Een kleintje is dit. Dan heb ik nog 3 losse hangertjes gekregen. En volgens mij is het idee dan dat je deze of aan een ketting kan hangen. Of aan een ander oorbelletje. Echt zo ontzettend schattig. Heel cute. En dan de laatste. Deze. Oh, ik moet even goed draaien. Deze zijn hartjes. Dit is echt niet normaal schattig. Ik ben hier echt helemaal fan van. En ik kan echt niet wachten om ze te dragen. En dan heeft ze me ook nog, zie ik, nog een envelopje gegeven. Niet normaal. Ik voel me echt zo verwend. Want volgens mij heb ik echt alleen maar die oorbelletjes naar haar gestuurd. Maar nu zit er dus nog veel meer in. Een ketting bij. Oh, of heb ik die wel laten? Misschien heb ik die wel aangegeven, maar... Ze had echt niet zoveel hoeven sturen. Echt zo lief. Maar ik heb ook nog deze ketting. Met die smiley en dan met paarse... hoe noem je het? Steentjes? Kraaltjes? Kraaltjes bedoel ik. En dit is dus een choker. En deze vind ik ook echt heel erg leuk. Ja, echt. Ik ben er echt helemaal verliefd op. Het is ook echt heel leuk. Dit kaartje heeft ze er nog bij gedaan. Waarop staat, jij maakt het leven leuker. En dan heeft ze ook nog... stickers erbij gedaan. Dus mijn laptop kan ik weer lekker vol plakken. En dan alweer het laatste pakketje. En dat is dit zakje. En dit is van... Ik weet niet hoe je het uitspreekt. Het kan of Clotta zijn of Clotta. Ik weet het niet precies. Maar dit is ook echt een ontzettend leuk bedrijfje. Heel cute, nu al. Oké, ik ga hem openmaken. Eerst de oorbelletjes. Dat zijn deze. Met pareltjes. En deze met hartjes. Ook echt heel cute.
En dan heeft ze er dus ook een armbandje bij gedaan. Deze is ook echt zo schattig. Dus het is een armbandje met allemaal bedeltjes eraan. Echt heel cute. Ik ben er echt heel erg blij mee. Dat is alles wat ik heb gekregen. Ik weet, het is echt bizar. Het is echt superveel. En echt nogmaals wil ik al deze bedrijfjes echt bedanken voor het opsturen van de pakketjes. Want dat vind ik echt ontzettend lief. En ja, voor iedereen die nu naar deze video kijkt, ga zeker al deze bedrijfjes even checken. Want ze hebben allemaal stuk voor stuk echt hele leuke items. Dus ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ben je nou nog niet op mij geabonneerd, doe dat dan zeker even. Dat kan hier beneden en is helemaal gratis. En ja, heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij de volgende video. Doei doei!